5, 4, 3, 2, 1. De praalwagen van Omroep Max gaat de Max maakt mogelijk. Een programma waar een nodige hulp wordt geboden aan oudere personen in Nederland en over de grens met hun vermogen aan goederen. Want de mensen hebben niks, geen cent, geen stuiver, geen bed, bad of brood. En daarom dat Omroep Max van hier tot aan Moldavië verzorging en hulp bood. We gaan naar Rabobank, die staat voor innovatie. Samen met de oude en de nieuwe generatie. De wereld verbouwen tot een betere plek, want wij dragen de wereld. Dus wat is de next step? Gemeente Haarlem gaat het om herinneren. En dit symbool voor overdaad verzinnen ze. Een wagen die de story van ons rijkdom met zich meedraagt. Doe de prijs van het tot destijds zijn huis evenaar. Gemeente Lisse staat voor ander soort contact. Jong en oud samen, geen mobiel in de hand. Buiten in de open lucht op een Brabant. Voor iedereen, overal, waar dan ook en dat. Brengt ons bij gemeente Teilingen met goed bewegen. Gezondheid is belangrijk, net als liep of veven. Springen in het diepen in deze samenleving. De burger staat centraal, dat wordt gevierd in deze wagen. Ondernemersfonds Haarlem maakt een wagen uniek. Want de ondernemers gaan de kant op van muziek, de stroming van pophits, van oude LP's tot festivals, concerten en elk ander soort feest. Hey, gemoord en netwerk, arm verbinding, hand in hand samen gaan in elke soort richting. Naturen winkelen, strand en bollen, een witte kerk en kuuroord van hier tot aan de horizon. En de keukenhof houdt het gericht op de tulp, hoe de bollen zich ontwikkelen zonder anders hulp. Alle kant van de plant die is veranderd door de tijd, van de soorten tot geluk, tot de schoon en blijheid. We vorderen de reis naar KVB in Noordwijkerhout, die het dit jaar bij het Darmens evolutie. Kijken naar de kracht van natuur, vervormt de bloemen en planten achter het stuur. Gemeente Leiden, verspreiden vrijheid door naar tijden te kijken. Tijden van de specerijen, beleef de vrijheid van denken. Vrijheid van leven, vrijheid van ontdekken, zoals de VOC deed. China gaat voor intuïtief en oud en traditioneel. Ze maken het dynamisch met lichtjes en beeld. Ja, dit jaar pakken ze het technisch aan en willen ze voor open bloeien gaan. En van de wand, ik zat te denken waar die naartoe kan. Dus ze sloegen de vleugels uit van hun toekan. De uitstraling van thuis voelen als een vis in het water, een toekan in de jungle en een gast in een hotelkamer. Yeah. De Porsche groep de Zillik, die kenmerkt de zon. Met de krachtige uitstraling vormen ze de grootste bron van licht, die symboliseert eeuwig leven. Vervolgens gaan we nog even naar Thailand, want zij gaan de mensen aan de zijkant laten kijken naar de schoonheid van hun eigen land. Met vouwen op de wagen en Nongnoets, Pattaya. En bijzonder is dat deze wagen niet naar rechts, maar naar links gaat. En dit maakt dat we naar gemeente Hillegom gaan, die het ontwerp voor verbinden staat. Hoe makkelijk is tegenwoordig de mobiliteit? Is was er de blauwe tram, terwijl er nu drones zijn. De Koorse groep KVB Hillegom Haarlem is voor een 25e jaar bezig met het maken van een wagen. Die toont de ontwikkeling van lezers die er waren en zijn van die tot de hedendaagse feesten. En zo mag het wezen. Noem een Corso volle streek 2009. 10 gaan we dit jaar zo vormgeven. Heb je nog niet genoeg gezien? Wacht dan nog even. U kunt zich zo zelf bij de makers verenigen. Voor vragen en meer info en alles wat u wilt weten. Het was me nu genoegen deze rap zo te geven. Geniet van de avond en wie weet kom ik u nog tegen. Dank u wel. Komen ben je tevreden? Ja, ik ben zeer tevreden. Ja, omdat het is natuurlijk toch maar eigenlijk een week of drie dat we erbij zijn. En veel gedaan in die drie weken. Maar ik denk wel dat we dan tevreden kunnen zijn. Ja. Ja, je werd opeens ingevlogen samen met je maatje Jack van Dende. Klopt. Die is er helaas vandaag niet bij. Die is druk bezig op de groente- en fruitbeurs in Berlijn. Gaat ook allemaal door natuurlijk. En we hebben er heel kort maar over na kunnen denken. Maar ja, het is een enorme uitdaging. Dus we hadden er gelijk zin in eigenlijk. Dus, jullie hebben ervaring, hè? Ja, we doen al ons hele leven lang zitten we in de bloemen. En we kennen elkaar van school, van vroeger toen we een jaar of 17, 18 waren. Dus ervaring hebben we genoeg. Maar... Ja, want het is een gigantische klus, lijkt me. Ik moet wel zeggen, Corso is natuurlijk weer heel anders dan heel veel andere facetten van het vak. Maar we gaan graag de uitdaging aan. Dus, Het thema is Changing World, dat lijkt me een lekker makkelijk thema voor je. Ja, ik denk dat het thema niet zoveel uitmaakt. Maar ja, als je er eenmaal voor gaat zitten, kom je vanzelf wel op dingen uit. Wat is nou je persoonlijke lieveling? Welke car vind je nu al het mooiste? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Weet je, het is ook lastig. Er zijn natuurlijk het merendeel hebben wij niet gemaakt, heeft Lucinda getekend. De oude ontwerpster. De oude ontwerpster, ja. En om te zeggen voorkeur, nee, heb ik niet direct. Nee, nee. Waarom ben je er dan ingestapt? Waarom vind je het een mooie avontuur? Ja, ik weet niet. Het is groots en het is bloemen. Ja, we hebben natuurlijk al 2 jaar meegedraaid als in het multiteam onder de vorige hoofdarrangeuze, zeg maar. En het is een enorme uitdaging om dit te gaan doen. Willem Heemskerk, voorzitter van het Corso. Wat heb je eigenlijk zelf met het Corso ooit vroeger gedaan?
Ik heb in het verleden een keer een wagen gestoken. Toen ik bij de Rabobank kwam werken, had ik wel een wagen, een praalwagen rondrijden. En dan word je vanzelf ingeroosterd om hem ook te gaan steken. En dat heb ik 1 of 2 jaar gedaan. Dat vond ik erg leuk. En de laatste paar jaar ben ik erg betrokken geweest bij de praalwagen van de Rabobank. Ja. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het zo'n hele organisatie leiden? Want hoe groot is die organisatie? Nou, we werken momenteel met een bestuur van 12 of 13 personen. Daar ben ik er één van. En dat is op zich met vrij veel nieuwe mensen. 5 mensen nieuw. Dus we moeten allemaal nog even een plekje vinden. Die moeten allemaal even kijken hoe het gaat. Dus we zijn echt in een overgangsjaar. Om te kijken wat er allemaal gebeurt in het Corso. Wat er allemaal loopt en wat er gaat. En waar we kunnen zeg maar veranderen of waar we willen veranderen, daar veranderen. En aan de andere kant houden we het ook wel heel graag authentiek. Want bloemencorso is wel bloemencorso. Een trendwatcher vanavond en een rapper bij de presentatie van de praalwagens. Krijgen we een supermoderne Corso. Ja, geweldig hè. Changing Worlds heet het. En we wilden het anders doen dan het jaar ervoor. Ik heb geen referentiekader, moet ik erbij zeggen. Het is de eerste keer dat ik een presentatieavond bijwoon ook gelijk zeg maar, mag introduceren. Verder heb ik daar geen gevoel bij hoe het was. Maar ik vind dit wel top. Nu ziet het er al mooi uit op papier. Zijn jullie er al klaar voor of moeten jullie nog heel veel doen? We moeten nog heel veel doen. Zoals ik ook net zei, hebben we een stuk achterstand in te lopen. Wij zijn natuurlijk onze designer een week of 5, of nou eigenlijk 2 maanden geleden kwijtgeraakt. Door omstandigheden, dat is heel jammer. Dat vind ik ook heel jammer, want we konden heel goed met Lucinda door een deur. Je hebt ook een ontwerper gezien van Lucinda, ze kan het erg goed. We hebben nu 2 nieuwe designers, Erik en Jack. En die hebben ook al hele mooie dingen laten zien. Dus we zijn er voor wat betreft de ontwerpers klaar voor. Nu moeten we de aanslag nog maken met het maken van de wagens. En dat gaan we halen. Ja, want linksom of rechtsom hij rijdt? Linksom of rechtsom hij rijdt, ja.